Van de VGZ Mindfulness Coach. Ja, prima. Ja, niet meer en niet minder. Nee. Dat is een app waarin je oefeningen kunt doen als je je gestrest voelt of als je wat meer wilt relaxen. En dan kun je mindfulness oefeningen doen. Je krijgt een heel programma wat je kunt volgen. Nou, vooral ook de focus, denk ik, die we nu wat meer hebben op gezondheid. Zorgen dat mensen goed in hun vel blijven zitten en niet te veel stress ervaren. Met mindfulness, meditatie en yoga oefeningen voor jong en oud. Gratis. Ja. Ja, dat weet ik. 1,3 miljoen downloads hebben we al tot nu toe. Ook omdat die wordt aangeraden door huisartsen bijvoorbeeld of fysiotherapeuten. Die merken dat mensen wat stress ervaren. Ik nu niet. Ik vind het heel spannend. Maar ja, het was wel een mindfulle samenwerking. Ja. Mindful zitten. Alles wat je normaal gesproken op de automatische piloot doet, kun je goed gebruiken voor een mindfulness oefening. Zitten bijvoorbeeld. Beschrijf wat je voelt. Benoem het gevoel alleen, geef er geen oordeel aan. De gong is het einde, ja. Die is heel populair trouwens. Ja? Ja, mensen schrijven echt in de reviews van oh, fijne gong. Ja, dit is serieus. Ja. Ja, bij allebei. Ja. De bodyscan en dan kan ik lekker goed in slaap vallen. Val je dan ook tijdens die oefeningen in slaap? Nee, want hij is kort genoeg, dus het kan, oh, ja. Kan nog net. Ja, dat is echt een aanrader. Ja. Als je kijkt naar hoeveel je nu ook leest over stress, ook bij jeugd bijvoorbeeld, zie ik het wel voor me dat deze app heel hard gaat groeien en dat we mensen echt helpen om een keer, al is het maar 5 minuten, al is het maar 1 ademhaling die je eventjes weer in het hier en het nu brengt. High five!